Solo's prankcommissie, hier komen we. We zijn er klaar voor. We hebben er zin in. Weten niet zo goed wie we precies moeten helpen. Hey, hier zo. Prinses Marina? Wow, ik ben Ruby. Papi en Amaya hebben me alles over je verteld. Die twee meiden zijn echt de beste. Sinds ze me geholpen hebben, probeer ik betrokken te zijn bij... nou, alles in mijn koninkrijk. Dat is geweldig. Maar als zij je al geholpen hebben, waarom ben ik dan hier? Ik wil je graag voorstellen aan Rosetta. Leuk je te ontmoeten. Rosetta is een geweldige ontwerper. Ze werkt aan een officiële winterlook, zodat iedereen in het koninkrijk opgewarmd en trendy kan zijn. Maar het duurt allemaal ietsjes langer dan verwacht. De winter komt er echt aan. Begrepen. Klinkt alsof iemand een beetje inspiratie nodig heeft om hun creativiteit op te wekken. Ik heb geen inspiratie nodig. Het gaat prima. Oh, oké. Maar hoe kan ik dan helpen? Mode is namelijk niet echt mijn ding. Dat is meer iets voor Skylar of Jewel Richie of... Jewel Richie? Zij is waanzinnig. Ken je haar? We hadden lessen samen. Ik zou je wel aan haar kunnen voorstellen. Serieus? Oh, wil je dat doen? Echt waar? Tuurlijk. Ik heb echt geen flauw idee of dit deel uitmaakt van mijn sprankcommissie, maar ze lijkt enthousiast. Dus laten we het doen. Rainbow High, hier komen we. Welkom in mijn studentenkamer. Ik heb nog nooit een plek als dit gezien. Het is zo magisch. Zegt degene die in een regenboogkoninkrijk woont. Kom mee. Grote fan van hydratatie. Deze kant op. Jewel zou hier moeten zijn. Hey Ruby, dat is lang geleden zeg. Het voelt alsof ik je al jaren niet heb gezien, joh. Oh, je weet hoe het gaat. Altijd bezig met iets nieuws. En over iets nieuws gesproken. Dit is Rosetta. Ze is een uitwisselingsstudente van de school waar ik lessen volg. Ja, Faraway High. Dat is het. Zo heet het inderdaad. Ze is... Je allergrootste fan. Je bent echt een gigantisch voorbeeld voor mijn werk. Het is altijd leuk om een fan te ontmoeten. Het spijt me. Ik wil eerlijk tegen je zijn en moet je helaas teleurstellen. Ik ben het kwijt. Wat ben je kwijt? Mijn motivatie, mijn inspiratie. Ik zit er helemaal doorheen. Ik dacht dat het ontmoeten van Jewel je zou helpen, maar het lijkt erop dat ze zelf even wat problemen heeft. Zoals ik al zei, geen hulp nodig. Nou, ik ben een sprankel en ik ben op een missie en iemand hier heeft hulp nodig. Dus... Oké, meid. Lucht je hart. Wat is er gebeurd? Ik was aan het werken aan een nieuwe logeerpartijtjeslijn. Designer pyjama's. Maar elk ontwerp wat ik schets is al zo vaak gedaan. Iedereen verwacht iets verbazingwekkends van de Jewel Richie. En ik ben zo vreselijk bang dat ik iedereen teleur ga stellen. Dat klinkt afschuwelijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ontwerp niet voor anderen. Ontwerp voor jezelf. Wat? Zei je daar? Sorry, dat is gewoon iets wat je zei na je eerste grote modeshow. Volg geen trends. Doe wat je zelf wilt. Dat is me altijd bijgebleven. Dat is waarom ik, toen ik winterlooks begon te ontwerpen voor het hele koninkrijk... School! Ja, wij noemen Faraway High een koninkrijk. Maar het is zeker weten een school. Go Moonbows! Matt, deze looks zijn fierce. Hoe heb je deze ontwerpen bedacht? When the pressure's on, gotta stay calm and remember who you are. There's a reason you've come this far. When there's nothing there, getting nowhere, but you got something to prove. You only need to keep up with you. Take a deep breath and clear your mind. Gotta make room for those beautiful designs. This is what you do. Just look at those colors. You always
Weet je, deze logeerpartijtje outfits zijn zo buiten mijn comfortzone. Dus ik denk dat ik gewoon te veel in mijn hoofd zat. Ik moest herinnerd worden aan waarom ontwerpen me inspireert. Dank je wel. Jij inspireerde mij eerst. Ha, tijd om wat risico te nemen en erachter te komen wat goed voelt voor mij. Wauw, hoe geweldig was dat? Was het geweldig? Ik bedoel, dit had mijn grote solo sprankelmissie moeten zijn. En jij hebt Jewel meer geholpen dan ik. Ik heb helemaal niemand geholpen met iets. Ik heb niet eens... Als je jouw ware kleur vindt, staat de regenboog klaar om met hulp van elke tint tot het einde te gaan. Met onze sprankelglans, met sprankelglans. Wacht, ik dacht dat je zei dat je geen hulp nodig had. Nou, om eerlijk te zijn, denk ik dat ik onzeker was over mijn ontwerpen. Daarom was ik er zo lang mee bezig. Maar mijn idool ontmoeten en zien dat zij ook onzekerheden heeft en haar zelfs mogen inspireren? Nou, dat gaf me het vertrouwen om ook in mijn keuzes te geloven. Bedankt. Graag gedaan. Laten we nu gaan. Ik heb mega veel ideeën en een heleboel om in te halen. Je hebt het echt geweldig gedaan. Dank je. Maar niets ging zoals ik dacht dat het zou gaan vandaag. Je hielp Rosetta haar zelfvertrouwen te vinden, terwijl je niet eens wist dat ze het kwijt was. Dat is best wel knap. Ik denk dat wat Rosetta en Jewel over mode zeiden, ook voor ons sprankels geldt. Soms moet je gewoon vertrouwen op je gevoel en doen wat jij denkt dat goed is.